dat jullie er zijn. Ik ben hier in Rhenoy, in de Mariakapel. En dat is een buitenkapel, dus het is best koud. Maar toch wil ik jullie een mooi kerstverhaal vertellen. De treinen waren overvol. Het was een gedrang om binnen te komen. En er waren geen zitplaatsen meer, dus iedereen moest staan. We stonden hutje-mutje dicht op elkaar gepakt. En eigenlijk mag dat niet vanwege de corona, maar toch, het moest maar eventjes. Er waren verschillende mensen. Ze kwamen van heinde en ver, burgers, militairen, kinderen met papa's en mama's, en opa's en oma's. En iedereen lachte en praatte met elkaar. We hadden vakantie en het was bijna kerstmis. 2 weken vrij. Het kon niet op. De drukte in de trein was overweldigend. Iedereen was uitgelaten. Even de boel laten. De trein die vertrok gelukkig op tijd. Maar hij was barstensvol. Tot aan de nok. En hoe moeilijk men ook stond of zat. Iedereen was blij dat ze op vakantie konden gaan. Naar wintersport. Naar Parijs of Londen of naar Praag. En hun zakken hadden ze vol met euro's gestopt. Maar onder hen stond ook een klein jochie. Zo'n klein jochie van een jaar of 10. Hij was helemaal alleen gekomen en hij stond zich wat voor zich uit te dromen. De conducteur zag hem en hij vroeg: waar gaat de reis heen, mijn vriend? Het kind schrok, werd bang. En zei met zachte stem: ik wil zo graag naar Bethlehem. Ik heb mijn spaarpot meegebracht. En toen werd het stil in de trein. Zo stil, o stille nacht. Niet één had daar nog aan gedacht. Ik wens je allen een zalig kerstfeest en een gezegend en gezond nieuwjaar.